We staan hier op het perceel op de Leemle S. Hierachter bevindt zich een drinkwaterwinningsgebied van Vitens. Nou, hier wordt dus mais geteeld. Maar dit jaar doet hij het helemaal anders. In plaats van chemische middelen te gebruiken, besluit Harold Dubbing het onkruid op zijn land mechanisch aan te pakken. Een soort schoffelen in het groot. Misschien toch het allerbelangrijkste, het gevoel van dat dingen misschien wel zonder kunstmatige middelen kunnen. En dat je daar toch wel iets in mindere moet en kunt. Nou, hier kun je het mooi zien. Dit zijn dus de eerste kiemen van onkruid waar je straks dus last van kunt hebben in de maïsteelt. Kijk, en door die bewerking die je nu toepast met die wietheg, ga je ze proberen in de zon te leggen. Zodat je ze op laat drogen. En dit worden dan geen onkruidplanten die je dus later in de maïs anders zou moeten bestrijden met een bestrijdingsmiddel. 30 agrariërs wisselen dit soort kennis met elkaar uit in het project Boeren voor Drinkwater. Ze hebben land bij 5 kwetsbare drinkwatergebieden in Overijssel, waar de kwaliteit van het grondwater nog te wensen overlaat. Boeren nemen vrijwillig deel. En dat doen ze vooral ook uit het interesse, maar ook omdat ze een aantal van die maatregelen, of de meeste van deze maatregelen, kunnen ook kostenbesparend werken voor boeren. Dus er zit ook wel degelijk gewoon een financiële stimulans achter. Kijk, en bij deze bewerking kost me dat nou een paar uur tijd in feite. En dat is het ook meer niet. Dus voor mij is er niet zo heel veel overstuur. Ik loop hier weinig risico mee, zeg maar. Dat zal alleen maar voordelen waarschijnlijk. Nog een heet hangijzer in de landbouw, het stikstofoverschot. En de bijbehorende nitraatuitspoeling naar het grondwater. Mais neemt niet genoeg nitraat op uit de grond. En daarom experimenteert Harold Dubbing met gras en roggen tussen de mais. Als je daar bijvoorbeeld kijkt, je steekt er nog eentje een klein beetje bovenuit. Dit is nog een restant van de roggen die hier stond. Dit is plantaardig materiaal waar onder andere stikstof in vastgelegd ligt. Kijk, en deze worden in de bodem straks weer verteerd. En dan hier komen die nutriënten vervolgens weer uit beschikbaar. Wat betekent dit nu voor ons drinkwater? Het blijkt een investering in de toekomst. Een druppel water die op de grond valt, doet er in deze gebieden ongeveer 20, 30 jaar over om in zijn bron te komen. Dus er zit een vertraging in. Wat wij nu dus met elkaar doen, merken wij over pakken bij 20, 30 jaar in de bron. Dus het is voor ons heel relevant om ook naar de toekomst toe je bronnen veilig te blijven stellen door dit soort projecten met elkaar te doen. En toch zijn de resultaten nu al te meten. De norm voor nitraatuitspoeling is 50 milligram per liter in het bodemwater. En daar zitten we nu bijna op. Ze staat eerst boven de norm. Dat klopt. Maar deze specifieke gebieden zijn ook op uitgezocht. Dat het kwetsbare gebieden zijn voor drinkwaterwinning. Waar nog te veel nitraatuitspoeling was. Binnen de melkveelderij en het boeren, er zijn heel veel mogelijkheden om toch dingen anders te doen. Voor mezelf vind ik het een uitdaging om daarna te zoeken.